Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de missie van Miranda Boonstra. Hardlopen bij borstkanker. Ooit kwam ze 8 seconden op de marathon tekort om aan de Olympische Spelen mee te mogen doen. Maar met een totaal van 16 Nederlandse titels op haar palmares zal Miranda Boonstra zeker trots zijn op haar atletiekcarrière. Tegenwoordig zet ze haar passie voor het hardlopen ook in voor vrouwen met borstkanker. Wat beweegt Miranda Boonstra? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, welkom. Nieuwe aflevering. Mm-hmm. Wederom met een special guest. Vandaag Miranda Boonstra. Ik ben even benieuwd, voordat we met Miranda gaan praten, hoe ben je met haar in contact gekomen? Dat is denk ik toch... Ja, dat is Twitter geweest. Social media, zo doe je dat tegenwoordig. Ja. Het ging natuurlijk in de tijd van de Vaporfly. Je weet wel, de revolutionaire Nike-schoen. Ja. Waar was er wat discussie. Veel voorstanders van, ja, logisch, innovatie, moeten we allemaal toejuichen. Onze aflevering 6, hè, voor mensen die deze podcast voor het eerst ontdekken. Mm-hmm. Ja. Maar er was gelukkig ook gezond tegengeluid. En een daarvan kwam van Miranda vandaan. Met bijvoorbeeld een ingezonden brief in de Volkskrant die ik las over de springvierschoenen. Ja. En vandaar toen ben ik een beetje gaan kijken. Oké, Miranda Boonstra, ik wist wel, marathonloopster ook geweest, maar nog steeds. En later kwam ik al sneller achter wat zij nu doet. Voor die de recovery run heet het. Om vrouwen met borstkanker. Om die met hardlopen te sterker te maken voor tijdens hun behandeling en in hun ziekte. Ja, dat lijkt me ontzettend interessant om daar meer over te weten. Ja, want met onze gasten hier in de podcast zoeken we altijd eigenlijk atleten met een bijzonder verhaal. We hebben Jacomine Eikenboom gehad, die een hele bijzondere triathlon ging doen. Paralympia Martin van der Pol. Ja, en nu ben jij bij ons te gast, Miranda. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Leuk. Ja, wat leuk dat je er bent. We ontdekten jou min of meer bij toeval, maar daarmee dus ook wel het hele bijzondere verhaal waar je mee bezig bent, los van jouw topcarrière. Nou, mensen kunnen jou googlen, dan heb jij een eigen Wikipedia-pagina en dan zien ze al jouw nationale titels. En zoals we net in de intro zeiden, op 8 seconden na zat je bijna op de Olympische Spelen. Wat is de topprestatie waar je zelf het meest trots op bent? Ja, eigenlijk toch wel mijn marathonprestatie. Nee, eigenlijk ja. Ik heb natuurlijk ook Nederlands record op de steeplechase. En dat staat nog? Dat staat nog steeds. Oh. Ja, bijna 2009. Dus dat is bijna 11 jaar geleden. Ja. En ik bedoel, mensen die mij van de steeple kennen weten dat mijn techniek niet al de beste techniek was voor de steeple. Dus dat ik dit eruit heb kunnen persen, dat is echt wel tof. Maar ja, die 2:27 op de marathon had ik echt van tevoren nooit gedacht. Want toen ik aan de marathon bedacht, dacht ik van, nou weet je, als je 2:35 of zo kan lopen, dan ben je echt supergoed. En toen was het ineens 2:27. Dus dat, ik kan eigenlijk achteraf nog steeds niet geloven dat ik dat gelopen heb. En, want dat heb ik dan even niet goed geresearched. Waar was dat, Miranda? Waar liep je die en in welk jaar? 2012 in Rotterdam. Oh ja, in Rotterdam. Jouw Rotterdam, ja. Gerrit. Ja, dus daar heb ik... Daar kun jij goed presteren. Daar heb ik ook 2 keer gelopen, ja. Ja. Maar dat was nog niet eens... Je had nog niet eens zoveel marathons gelopen toen, Miranda. Klopt dat? Je was relatief laat natuurlijk. Je had begonnen als steeplechase, toen 5 kilometer, 10 kilometer. En dat eigenlijk die echte lange afstand naar achteren geschoven.
Dus de hoeveelste marathon was het die je toen liep in Rotterdam? Ik had in 2010 Amsterdam debuut gemaakt. Oké. Nou, na 2001 heb ik een keer voor de lol Rotterdam gelopen, maar dat was helemaal niet grappig. Want als je dat een beetje ongetraind doet, is het helemaal niet leuk. Dus dat was 2001, dus maar die tel ik dan niet echt. Dus 2010 mijn echte debuut in Amsterdam. Toen september 2011 Berlijn. Toen liep ik ineens al 2,29. Oké. Okay. En toen Rotterdam 2,27. Ja, ja. Wow. Dat is mijn derde. Indrukwekkend, ja. En toen was het nog een hele discussie of je wel of niet zou mogen gaan. Want 8 seconden, ja, dat op zo'n afstand is heel weinig. Heb je nog geprobeerd of de Atletiekbond of zo om te kijken van, nou ja, kunnen we de regels misschien iets soepeler maken dat er nog een mogelijkheid is voor je om naar Londen te gaan? Of is dat gewoon regels zijn regels? En had ze maar 8 seconden harder moeten lopen toen? Nou ja, even kijken. In Berlijn was het eigenlijk al zo dat als je top... Wat was het ook weer? Top 8 liep, dan hoefde je maar 2:30 te lopen. En ja, ik liep dus onder de 2:30, maar ik was net tiende. Toen zei de bondscoach gelijk al, ja, nee, dat is niet goed. Regels zijn regels. Dus ik wist ook even voor Rotterdam wat regels zijn regels zou tellen, zeg maar. Maar ja, dan zit je er 8 seconden vanaf. En het was niet echt super goed weer toen in Rotterdam. Dus volgens mij de laatste editie van Rotterdam wat koud was. Sindsdien is het alleen maar echt super. Ik zeg het, het staat altijd hartstikke heet. Net zoals hier vandaag, ja. Ja. Dus, en toen zei Maurits Hendricks, die zei toen iets op televisie. Een beetje vaag dat er misschien nog wel wat mogelijk zou zijn. En, Maar ja, de deuren werden echt met harde klap dichtgegooid. Ik ben wetenschapper, mijn vriend is wetenschapper. En we zijn toen ook eens gaan kijken hoe er nou zat met die limieten, hoe die gemaakt waren. En ja, we zijn erachter gekomen dat het gewoon, zij doen eigenlijk nog steeds alsof er een hele rekenmodel achter zit. Maar ja, het is gewoon een beetje losse vingerwerk. Dus wij zijn toen wel naar de rechter gegaan, gewoon om te laten zien van dit kan niet. Je kan niet zeg maar een limiet heel streng zetten, terwijl je eigenlijk niet echt hele goede redenen daarvoor hebt. En dan wel heel erg strikt dan daarna zijn. En Maurits Hendricks die zei toen ook, ja, maar als we president voor jou gaan scheppen, dan staan er honderden mensen extra in de handen. Nou ja, en achteraf zouden dat misschien over alle sporten, hè, alle sporten, dus heb je het ook over turnen en weet ik veel wat, zouden er misschien 8 mensen meer gegaan zijn als ze gewoon de internationale limiet hadden aangehouden. Dus ik ben er wel naar de rechter gestapt, maar het zat juridisch, zit het zo goed in elkaar dat er gewoon geen spel tussen door het krijgen was. Maar ik wil nog wel eventjes aanmelden ter verdediging. Sinds 2012 is er natuurlijk veel harder gelopen op de marathon. Ja. En de limiet is nog steeds zwakker dan ik toen gelopen heb. En dat heb ik nog wel steeds zoiets van, ja, het klopte gewoon niet. Ja, ja. Voelt nog als een soort groot onrecht steeds, ergens. Ja, want het is nu, heeft de Nederlandse limiet is 2:28:30. Ja, er wordt veel harder gelopen op dit moment. Dus het geeft ook maar aan dat het gewoon niet klopt. Ja, en dat harder lopen, dat heeft ook met de schoenen te maken waarschijnlijk, hè? Zeker, daar ben je ook wel van overtuigd dat daar een... Maar dan komt er, denk je soms, had ik toen in 2012 maar... springveerschoenen gehad, dan waren die 8 seconden natuurlijk een, dat was geen probleem meer geweest. Nee, want ik ga er nu ook wel van uit dat over 4 jaar de limieten wel echt aangepast worden aan de schoenen. Ja. Dus dat de limieten echt super veel strenger zullen worden. Dat zou me niet verbazen als we dan richting de 2024, 2023 zouden moeten gaan. Maar nee, weet je, ik ben gewoon echt super trots dat ik het gewoon met mijn eigen lijf gedaan heb, geen poespas. Ja. En voor mij echt persoonlijk zo'n de nieuwe trend met de schoenen. Ja, dan kan je net zo goed de fiets pakken. Ja, ik ga even voor onze kijkers en luisteraars die niet weten waar wij het hier over hebben. Enerzijds dus aflevering 6 noemde ik al. Maar we zullen ook in de show notes even het artikel of een link naar het artikel wat jij in de Volkskrant plaatst zetten. Waarin je refereert aan deze schoenen maken de hele sport kapot. We kunnen het nu net zo goed springveerrennen noemen in plaats van hardlopen. En daarmee wil ik eigenlijk even dit blokje een beetje afsluiten. Ja. Want daar hebben we al een hele aflevering over gemaakt. En ik wil meer te weten komen over jouw project voor vrouwen met borstkanker. En die in beweging te krijgen, de recovery runs. Kan je eens vertellen wat de aanleiding was dat je daarmee aan de slag ging? Nee, het is eigenlijk mijn zus geweest. Die heeft in 2011 borstkanker gekregen. Ja, leek toen wel dat het allemaal onder controle was, maar toch uitzaaiingen. En die zijn onder controle. Ik bedoel, het gaat nog steeds hartstikke goed met haar. En we zijn nu te gelukkig. Dus dat, Maar mijn zus is... zij woonde toen in Japan.
Dus het was ook wel een beetje, en ja, later in Parijs, dus was het ook wel een beetje lange afstand. Dus je krijgt er niet zo heel goed mee eigenlijk hoe het met iemand gaat die dan kanker heeft. Je ziet op Skype, maar je merkt niet echt zeg maar de dagelijkse dingen. Maar toen kwamen zij dus weer richting Europa en ja, ze heeft gewoon een drukke baan en haar werken zegt alles voor haar. En, maar ja, elk weekend was ze gewoon uitgeput, want de behandelingen waren toen klaar, maar ze bleef gewoon met chronische vermoeidheid zitten. En ja, vroeger heeft zij wel hard gelopen, ook bij, gewoon bij de atletiekvereniging. En ja, toen zei ik van ja, waarom ga ik niet gewoon een trainingsschema voor je maken? En ze woonde dus toen in Parijs en ik hier, dus dat was wel op afstand, gewoon met Strava hè, natuurlijk. Mm-hmm. En ja, het is gewoon netjes gaan volgen, rustig opgebouwd. En toevallig een beetje, dit was onderhand al 2015 denk ik, 2016, kwam er gewoon, ja, ik ben ook de literatuur gewoon natuurlijk ingedoken en er kwam steeds meer onderzoek uit. Er werd steeds meer onderzoek dus gedaan naar het effect van bewegen, sporten voor en tijdens kanker en ook tijdens de behandelingen. En ja, dus dat gecombineerd. En ja, ik heb in 2017 met haar samen het Zevenheuvelenloop gelopen, ook samen met mijn zwager. Dus, en ze voelt zich ook echt wel beter sindsdien. En ja, haar oncoloog, toen in Parijs, die zei ook van, nou, volgens mij heb jij gewoon je tumor onder controle doordat je bent gaan sporten. En daar hebben we natuurlijk geen bewijs voor. Ik wou zeggen, maar, dat is nogal een uitspraak. Dat was een gevoel van de oncoloog of had hij meer gevallen gezien waarom die dat zei? Nou ja, die heeft natuurlijk ook zijn literatuur paraat. Die heeft er veel naar gekeken. Dus ja, is misschien iets wat hij niet zou mogen zeggen, maar ja, het is voor mijn zus ook wel heel stimulerend geweest dat er dus wel iemand daarachter staat en dat dus juist een oncoloog zegt van dit moet je doen. Ja. Ja. Hey, en dat was een reis met jouw zus. Ja. Daar is veel meer uit voortgekomen, want nu is er een breder programma. Wat is de Recovery Run? Ja, we geven zeg maar 2 keer in de week training. Op dinsdag en vrijdag is dat nu in Nijmegen, maar het wordt nu echt landelijk, dus dat is echt heel erg tof. Maar ja, we trainen samen dus met dames met borstkanker tijdens het traject, maar ook gewoon degene die al klaar zijn. En ja, het is, ja, recovery run is soms een beetje een groot woord, want er wordt natuurlijk niet alleen maar hard gelopen. Ja, op jullie site staat ook het woord hard tussen haakjes, hè? Hard gelopen. Ja, want ik had in mijn enthousiasme natuurlijk met run, maar weet je, het is natuurlijk niet altijd mogelijk. En het gaat er dus wel om dat we aan de conditie werken in combinatie met krachttraining. Want het is juist bewezen dat de combinatie het beste is op conditie en krachttraining. In combinatie met loopscholing, dat is juist ook heel erg goed hè, voor de krachtsopbouw, coördinatie. De dames verliezen ook veel balans, juist door de behandelingen. Dus dat nemen we ook mee. Dus hey, ja, eigenlijk Miranda, is hardlopen ideaal. Even voor leken die niet zo getraind zijn of niet zoveel ervaring met hardlopen hebben. Wat is loopscholing? Ja, dan doe je oefeningen zeg maar om je loopstijl te verbeteren. Maar het zijn eigenlijk een beetje verkapte speelse krachtvormpjes, zeg maar. Okay, dus bijvoorbeeld met hoge knieën lopen, of we doen ook bijvoorbeeld sprongetjes. En ja, dat is allemaal natuurlijk ideaal om wat kracht op te bouwen en en bezig te zijn. Ja. Dus het is een uur, zeg maar, een combinatie van conditie en kracht en balans. Mooi. En hoe groot is je groep dan, die jij normaal traint? Ja, een beetje maximaal 5. Maar ja, ik zou ook wel eens... Ik bedoel, het is nog een beetje opbouwend, hè? Ja. Toen ik in 2017 begonnen. Ja, ik heb nu een beetje naam hier. Dus de oncologen weten nu ook waar we mee bezig zijn. Dus die zeggen het ook tegen mensen die geïnteresseerd zijn. Maar ja, ik zou ook wel eens gewoon voor 1 persoon training te geven. Maar dat is helemaal niet erg. En, dus het zijn nog kleine groepen. En we willen ook niet te grote groepen hebben. Want je moet natuurlijk wel veel aandacht hebben voor de persoon. En je moet echt wel goed kunnen inschatten hoe iemand op dat moment is. Vooral als we natuurlijk tegen het eind van de chemotherapie lopen. En dus ja, we willen eigenlijk maximaal misschien 10 mensen. Maar zeker niet groter. En voor wie is het dan precies bedoeld, Miranda? Is het alleen borstkanker of en in welke fase? Ja, nou dat is dus een beetje, we zitten nou een beetje op een moeilijk punt, tenminste. Ja, mijn idee was dus echt borstkanker, want ik heb me daar echt in verdiept en ik weet daar gewoon echt super veel van. Maar ja, ik heb de laatste tijd toch wat meer aandacht gekregen, het project zeg maar. En ik krijg best wel wat aanvragen binnen, ook van mannen die graag mee willen doen. Dus ik ben me nu wel aan het oriënteren of we toch wat groter, wat meer uitgebreid kunnen doen. Mm-hmm. Maar op dit moment is het echt gericht op vrouwen met borstkanker. En dat maakt niet uit of je net de diagnose heb gehad, of dat je dus midden in het traject instapt, of dat je eigenlijk al klaar bent. Ik kan me voorstellen, nee, dat is het hele probleem met deze aflevering, doe ik hierover nadenken. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar als ik ken een paar mensen die wel eens chemo hebben ondergaan en zo, heb je dan behoefte om in een bos naar buiten in je trainingspak te gaan staan? Dat lijkt me heel zwaar. Ja.
Ja, maar dat is dus de kracht van de groep. Want het is super moeilijk om als je moe bent en je voelt je niet lekker om dan naar buiten te gaan en te gaan sporten. Maar dat is ook, ja, een tijdje terug was ook een van die dames. Die zat ook op, ja, de ene laatste chemotherapie was het volgens mij. En ze voelde zich echt niet lekker, ze had helemaal geen zin. En dan zet ze even op de app van, ja, zou ik vanmiddag wel of niet komen? Want ze wist gewoon niet wat goed voor haar was. En dan die dames die ook klaar zijn en die het traject hebben gehad. Ja, die weten hoe het is en die zeggen dan tegen haar, nee, je moet gewoon komen. En ja, als het niet gaat, ga je gewoon wandelen. Ja, en uiteindelijk heeft ze echt nog best wel veel gedaan. En ze voelde zich daarna ook echt wel veel beter. Maar weet je, al kom je maar de helft. Ja, ja. En het, je hoeft echt niet hard te lopen als het op dat moment niet gaat. Je moet je natuurlijk wel de trainingen aanpassen op wat degene die dag kan. En het is eigenlijk, mensen kunnen best wel heel veel nog. Ja, ja, als wetenschapsjournalist ben ik altijd benieuwd naar de wetenschap erachter of de evidence. En wat jij al schetst van, jij moest redelijk van scratch beginnen, denk ik. Jij bent bewegingswetenschapper. Was er in jouw opleiding toen al wat aandacht voor inderdaad sporten voor mensen met kanker of andere aandoeningen? Want ik kan me voorstellen, zoals ik het een beetje herken, is dat nou ja, bewegen op recept of exercise is medicine, hè, wordt dan snel geroepen. Is toch nog voor veel. Het zit nog een beetje wel in de beginfase om inderdaad te laten zien van dat sporten niet alleen als preventiemiddel erg goed is voor het preventief. Om een aantal aandoeningen niet te krijgen of uit te stellen. Maar juist als je eenmaal die aandoening hebt, dat het ook nou genezend kan werken, of in ieder geval ondersteunend bij de genezing. Hoe zit dat bij voor borstkanker? Hoe ben jij begonnen daarin? Nou ja, er is, ja, ik bedoel, je gaat gewoon op internet kijken. En het is ook wel makkelijk nu met social media. Hè? Je gaat dus juist de Twitter-accounts volgen van de researchers in de oncologie. En met name de borstkanker-oncologie. En een beetje geluk is dat, of geluk. Borstkanker is natuurlijk wel een van de meest voorkomende kankersoorten. Mm-hmm. Dus daar wordt dus veel geld in gestopt om daar onderzoek naar te doen. Dus vandaar dat ik me ook wel een beetje daarop gericht heb. Omdat daar gewoon veel meer literatuur over is. Mm-hmm. Dus dat aan zich. En in 2018 heeft de American College of Sports Medicine heeft een ronde tafelconferentie gehouden. Waar dus zeg maar mensen die dus, of onderzoekers uit de hele wereld, die zich bezighouden met onderzoek naar bewegen bij kanker, hebben zich daarbij aangesloten. Dus je moet je voorstellen, dat is één grote conferentiezaal. En alle wetenschappen die op dat moment bekend zijn, zijn daar zeg maar weer bij elkaar gebundeld. En daar, van daaruit is dus een nieuwe richtlijn ontstaan. En daar is dus afgelopen jaar zijn daar een aantal publicaties weer van verschenen. En die richtlijnen die volg ik nu ook. Dus eigenlijk is het heel makkelijk op dit moment. Omdat er gewoon, ja, het is een beetje een katalyserende beweging. Ja. En die richtlijnen, die kun jij dan inderdaad toepassen van rekening houden met een aantal factoren. Die je natuurlijk te zien krijgt bij jouw groep, bij jouw patiënten. Dat je weet van ja, bepaalde belastbaarheid, die zal echt verschillend zijn tussen personen. Los van het feit, liepen sommigen al wel of deden ze het allemaal nog niet? Hoe ver zit je in je behandeling? Hoe ver ben je in je ziekte? Daar kun je de richtlijnen echt wel, die zijn daar duidelijk genoeg voor jou? Of loop je ook nog continu tegen vragen op van omdat je dat maatwerk moet bieden? Is dat wel helder inmiddels met die richtlijnen? De algemene richtlijn hè, is natuurlijk voor iedereen. Je hebt gewoon de algemene richtlijnen voor de hele wereldbevolking wat ze zouden moeten doen. Dat is dus 150 minuten per week bewegen. Matig intensief. Maar ja, dat is dus niet haalbaar voor mensen die in hun traject zitten. Dus daarom zijn de regels wat aangepast. Dus dat je zeg maar 3 keer per week een half uur aeroob matig intensief moet inspannen. Dus conditietraining en 2 keer per week krachttraining. En die richtlijnen zijn bedoeld om de bijwerkingen wat tegen te gaan. Zodat je fitter door het hele traject komt. Okay. En het zegt dus niet dat als je minder doet, dat je dan helemaal geen effect zou hebben. En als je meer zou doen, dat het dan contraproductief zou zijn. Ja. Maar het belangrijkste is denk ik, want ik heb ook de opleiding fysiotherapie gedaan. Dus ik heb ook wel wat patiëntinzicht, zeg maar. Je moet daar wel met je gezond verstand staan. Ik kan niet van tevoren een heel trainingsschema bedenken. Ik ga zonder schema zeg maar de training in. En ik zie hoe die mensen die dag zijn als ze midden in de behandeling zitten. En je moet dus wel, ja, je bent een ander soort trainer. Je moet echt kijken wat die dag mogelijk is. En je moet dus niet per se aan die richtlijn willen vasthouden.
Maar je moet ze wel echt in je achterhoofd houden. Dat is het meer. Je moet weten wat wel en niet kan. Ja. Ja. Hoe leg jij nou uit aan een dame die net de diagnose heeft, of misschien iemand kent die daar in zo'n traject zit, wat nou eigenlijk het voordeel is? Wat gebeurt er nu om toch inderdaad naar buiten te gaan en bij jou in de groep of bij een groep bij hun in de buurt hieraan mee te gaan doen? Dat zijn velerlei dingen. Misschien het belangrijkste, het fysieke aspect is belangrijk, hè, maar het is ook een groep. Dus je komt er met een groep samen. Je moet het niet zien als een lotgenotengroep. Dus ze gaan niet rond de tafel zitten en zeggen, oh, we voelen ons vandaag allemaal zo ziek en niet lekker en dat gaat zo slecht. Het is super positief. De mensen die daar komen zijn positief. Dus als je ellendig voelt, word je eigenlijk uit die ellende gehaald door die andere dames. En als ze bezig zijn met oefeningen, hebben ze ook geen tijd om te denken van, oh, ik voel me niet lekker. Dus je bent gewoon bezig. Dus dat is misschien het belangrijkste. Ja. Je zit in een groep met mensen die hetzelfde hebben, maar die allemaal naar vooruit kijken. Ze willen allemaal een toekomst hebben. En daarnaast, ja, je moet al die behandelingen ondergaan. Hè? Je moet je chemo, je moet je bestraling, je moet je operatie. Daar heb je eigenlijk bijna geen invloed op. Maar hierop wel. Dus het is ook een beetje empowerment. Van je kan zelf iets Dit doen kan je door kiezen. Je toch net iets beter te voelen. Ja. En het is ook nu echt wel, dus uit die ronde tafelconferentie is ook gebleken dat het echt helpt bij het tegengaan van angst, van depressies. Je voelt je fysiek beter. De vermoeidheid wordt minder, want ongeveer 70% van vrouwen met borstkanker die krijgen te maken met chronische vermoeidheid, dat het echt nog jaren kan duren, waarbij ze dus ook in de werksituatie, thuissituatie last van kunnen hebben. Ja. En dat is vaak een vermoeidheid die heel uitputtend voelt. Je voelt je de hele dag een beetje En juist sporten kan zorgen dat je dat minder krijgt. Dus ja. En daarnaast zijn de overlevingskansen ook groter. Oké, dat is ook wel, daar zijn cijfers al inmiddels. Ja. Dat is een... En je zegt dat is Maar ja, ik wil precies. Het is wel belangrijk om te zeggen dat het is niet zo dat als je... ik heb ook een paar dames in mijn groep, die worden niet beter. Die hebben uitgezaaide kanker en die gaan het gewoon niet redden. Die kunnen 100 uur per week gaan sporten, maar dat gaat ze niet helpen. Dus sport is het is vooral belangrijk om je beter te voelen en de bijwerkingen beter aan te kunnen. Ja. Het helpt je in de overlevingskansen, maar het is geen wondermiddel dat je als je sport geen kanker krijgt. Of dat je dus... Ja, als je wel doodgaat aan kanker, dat je dan kan zeggen, je hebt weinig sport. Dat is het absoluut niet. Belangrijke nuance. Goed dat je die even maakt. En wat ik me afvraag, is het al voor de oncologen in Nederland, hè, zijn die al klaar inderdaad voor het toepassen van exercises medicine voor deze groep patiënten, lees. Maar is hardlopen of sporten, bewegen al een integraal onderdeel van de behandeling die zij voorschrijven? Hoe zit dat? Ja, hangt een beetje van het ziekenhuis af. Hè? Het hangt van je oncologen af. De wat oudere oncologen zullen misschien wat minder snel zeggen, je moet bewegen. Maar ja, toevallig mijn schoonzus heeft ook weer borstkanker. En ik was er met haar mee geweest vorig jaar naar het eerste gesprek. En het viel mij op dat de oncologische verpleegkundige die er zat, gelijk tegen haar zei, maar je moet gaan sporten. Sporten is belangrijk. Dat ik iets van, nee, weet je, super tof. Ja. Had ik natuurlijk ook al tegen haar gezegd, maar het is wel tof dat, dat zij dat zei. En dus de oncologen en de oncologische revalidatieverpleegkundigen zeggen het nu wel. En een aantal ziekenhuizen hebben ook wel een revalidatieprogramma. Dus dat je in het ziekenhuis zelf wat kan doen. Ja. Maar de meeste niet. Dus het is makkelijk om te zeggen, maar hoe doe je het dan? Want hoe ga je jezelf inderdaad van die bank hijsen als je hartstikke moe bent? Ja. En vaak de partners en de omgeving zeggen ook vaak nog, doe maar lekker rustig aan. Ja, precies. Je bent zo ziek, doe maar voorzichtig, blijf maar liggen. Ja. Ja. Maar is het dan ook dat de ziektekostenverzekeraar vergoedt dit? Wordt jouw programma al gedekt? Ja. Bij deze een oproep. Nee. Ken jij iemand die werkt bij de zorgverzekeraars? Ja. Breng de recovery run. Helemaal zo heet niet. Het, dit. Zover is het nog niet. En, we staan ook voor een minimum bedrag sta ik training te geven. Hoor. Ik bedoel, daar zitten we nu. Ik voel het zelf een beetje als pionierswerk. En ik ben nu ook trainers aan het opleiden, hè, om recovery run te geven. Februari een cursus gehad en ik zou eigenlijk in mei ook eentje hebben, maar die kon natuurlijk niet vanwege de coronamaatregelen. Dus ik hoop in juni weer iets van 10 mensen op te leiden. Is dit een aanleiding voor een oproep, Miranda? Ja. Ik bedoel, je hebt hier YouTube, podcast, kijkers, luisteraars. Zoek je nog meer mensen die trainer willen worden of zeg je ik moet mijn groei ook doseren?
Nee, er kunnen zeker nog mensen bij. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er niet 5 trainers in éénzelfde kleine regio gaan zitten. Want het zijn natuurlijk allemaal pioniers. Dus wel, je moet echt gaan trekken dat oncologen jou gaan vinden. En dat is super tof. Maar het zou wel mooi zijn als zorgverzekeraars het inderdaad ook gaan zien. En je kan natuurlijk ook wel bij je fysiotherapeut en zo terecht. Maar dat is vaak toch weer... Dan ben je toch weer een beetje in de medische richting. Hè? En dit is gewoon lekker buiten. En het voelt minder als een... behandeling. Je bent buiten. Het is trainen en het is geen therapie op. Ja, eigenlijk. Ja. Dus dat werkt voor hun ook wel prettiger. Wil jij het landelijk helemaal uitrollen? Ja. Idealiter, ja? Oké. Okay. Ja. Ja. En dus nu zit je in de regio, denk ik, hè? Regio Nijmegen met name. En je bent nu eigenlijk in die switch naar uitrollen over meerdere regio's, lees landelijk. En wie kunnen zich dan, wat moet je achtergrond zijn om dit om die mensen te kunnen trainen of te begeleiden? Moet je een hardlooptrainer zijn of iets dergelijks? Een achtergrond hebben in sport, bewegen, gymleraar, iets dergelijks? Nou, het is natuurlijk wel belangrijk dat je iets van fysiologie weet en van de trainingsleren. Dus dat je wel gewoon training in elkaar kan draaien. Dat je weet wanneer je bijvoorbeeld anaeroop en aeroop aan het trainen bent. Dus dat je, het is bijvoorbeeld belangrijk dat je niet verzurend laat trainen. Want dat is gewoon niet, dat is niet goed bij kampers. Dat geeft extra vermoeidheid waarschijnlijk. Extra stressreacties. Ja. En tijdens behandelingen wil je natuurlijk niet echt stressreacties hebben. Want kan heel visueel verhaal gehouden, maar wordt een beetje lastig. Ja. Dus je moet die achtergrond moet je wel hebben. Maar ik vind het belangrijkste ook nog wel dat je dus niet heel rigide bent, maar dat je dus op de dag zelf kan verschillende mensen verschillende opdracht kan geven. Ja. Ja. Dat is natuurlijk het verschil. Hè? Deze mensen trainen niet zozeer om naar een wedstrijd toe of naar een marathon of om beter te worden. Nee, dat zal niet gebeuren, want die zijn continu waarschijnlijk. Het zijn ups en downs afhankelijk van of ze net weer een kuur hebben gehad, et cetera. Dus dat is wel een andere benadering dan de normale trainer natuurlijk gewend is. Ja. En je wordt slechter. Normaal ben je mensen aan het trainen die beter worden. En tijdens het behandeltraject worden ze alleen maar slechter. Ja. En daarna worden ze natuurlijk wel weer beter. En we hebben natuurlijk in de Mariekenloop. Dus sommige dames hebben als doel de Mariekenloop mee te doen. Of een paar andere kleine lopen in de buurt. Maar ik heb ook één dame, die was in 2017, 16 al aangesloten. Helemaal in het begin. Mm-hmm. En die heeft afgelopen 2019 gewoon de New York Marathon gelopen. Wow. Dat was dan een loopster. Dus weet je, dat kan allemaal wel. Maar dat hoeft helemaal niet je doel te zijn. Als jouw doel gewoon is om weer fit op het werk te kunnen verschijnen. En gewoon je dagelijkse dingen weer te doen. Helemaal prima. Je hoeft geen lopersdroom te hebben. Maar je moet wel een bepaald doel hebben. Ja. Wat maakt hardlopen zo geschikt? Of daar heb ik een andere vraag over. En daar zit ik al de hele week, toen ik wist dat wij koffie met jou gingen drinken, Miranda, over na te denken. Dan denk ik, daar zitten wij hier als twee kerels. Ik zei al eerder, ik kan me er niks bij voorstellen. Sowieso bij kanker al niet. Laat staan bij borstkanker. Hardlopen is een sport met verticale schokken, hebben wij ook besproken in onze aflevering over de darmproblematiek. Ja. Nogmaals, misschien zeg ik nu iets heel raars als man, maar als ik daarover nadenk, is nou juist met je borsten en helemaal als je daar wat aan hebt, juist niet heel vervelend of naar om te gaan hardlopen, zeker als je daar geen ervaring mee hebt. Nee, want heb je natuurlijk goede sport-BH's voor. Speciale BH's, zeg maar. Vooral voor de vrouwen met amputaties. Ja. Dus dat hebben ze. Ik heb ze nog niet. Eigenlijk niemand horen klaar. Niemand heeft. Nee. Dat is geen onderwerp bij jullie in de groep. Nee, dat is dat het onderwerp is natuurlijk wel heel erg over amputaties. En daarom wil ik het nu deze groep echt alleen op vrouwen houden. Omdat natuurlijk wel heel. Als er mannen bij komen, wordt daar minder makkelijk over gesproken, denk ik. Ja. Dat is natuurlijk wel een onderwerp wat hun. Ja, doe ik wel geen reconstructie. Dat spreekt toch minder makkelijk als er een man bij is. Ja. Dus vandaar dat ik het een beetje een beschermende groep wil houden. Maar nee, dat is geen probleem. Nee, ik kan gewoon hardlopen met... Het is wel natuurlijk als je een operatie hebt gehad. Ja. Dus of een borstbesparende of dat de borst zeg maar is geamputeerd. Dan mag je natuurlijk eerst een paar weken niet hardlopen. Nee, want dat is logisch. Maar je zei ook al, je kan ook gewoon mee wandelen met de groep. Ja. Ja. En die, want jij zegt, krachttraining met name is relatief misschien net zo belangrijk als het uithoudingsvermogen. Hoe heb je dan specifieke oefeningen die je daarvoor gebruikt? Intervaltrainingachtige dingen of
Ja, hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? Hoe moet ik me dat voorstellen, hoe jullie je krachttraining dan als groepje aan het doen zijn? Ik werk sowieso met van die elastische weerstandsbandjes, gewoon die kleine bandjes. Ja, op dit moment mag ik ze natuurlijk niet aan de mensen geven, want van het corona. Dus iedereen heeft nu zijn eigen bandje aangeschaft en neemt die mee. Dus daar doen we oefeningen mee. Sprongetjes, uitvalspassen, maar vooral sprongen zijn echt wel heel goed. Met name omdat veel dames hebben een hormoongevoelige tumor. En daar krijgen ze dan weer antihormoontherapie voor. Maar daardoor kan je osteoporose, oftewel botontkalking krijgen. Ja. En dan is juist springen en hardlopen een hele goede beweging, omdat je piekbelasting krijgt. Dus vandaar dat ik veel sprongen er ook in doe. Step-ups op bankjes. Dus in principe wel met eigen lichaamsgewicht. Dus het zou wel ideaal zijn als ze daarnaast nog wel een echte krachttraining met gewicht doen. Ja. Dat doe ik dus niet. Maar dus gebruik maken van vooral je eigen lichaamsgewicht. Opdrukken, dat soort dingen. Alles, ja. Hey, en ik ben wel nieuwsgierig nog. We hoorden net al een dame die helemaal opgetraind is naar de New York Marathon. Wat zijn voor jou bijzondere verhalen die je de afgelopen jaar bent tegengekomen bij dit project? Ja, allemaal. Ze zijn allemaal zo bijzonder. Ik vind het zo. Ik kan mezelf ook niet voorstellen, hè, hoe het is om kanker te hebben. En dat ze gewoon eigenlijk bijna iedere keer gewoon komen en trainen. En ja, een van die dames had op vrijdag haar laatste chemotherapie. En op zondag was hier een loop waarbij geld op werd gehaald voor het CWZ-ziekenhuis voor de oncologieafdeling. Deze gewoon mee, 5 kilometer. En ze heeft veel gewandeld tussendoor. Maar dan denk ik echt, hoe doe je dat? Ja. Ik vind dat zo. Ze zijn allemaal zo mentaal sterk. En ja, iedereen is gewoon geweldig. Ja. Ja, wat heb je daar zelf nog? Want nu je dit beschrijft, denk ik inderdaad, dat lijkt me ook voor jou als gezonde sporter bijzonder om tussen te lopen. Wat heb je daar zelf nog uitgehaald of uit meegekregen? Ik probeer er zelf niet veel over na te denken. Je gaat niet denken van, oh, wat zou ik zelf van onze kanker krijgen? Dat, vooral met mijn familie, mijn zus en mijn schoonzus hebben allebei borstkanker. Dus dan denk ik van, weet je, 1 op de 3 dames heeft borstkanker. Dus zij hebben het al bezien. Ja. Vallen dan buiten, zo ga je dan denken, terwijl het natuurlijk een belachelijke redenering is. De dobbelsteen heeft geen geheugen, ja. Maar ik hoop dat ik, mocht ik, ja, dat als je dat zelf ooit mee geconfronteerd wordt, dat ik net zoals hun zo positief kan blijven. En ja, ik heb nu ook inderdaad 2 dames die het gewoon niet gaan redden, denken we. En als ik hoor hoe zij daarover praten en hoe goed zij daarmee omgaan, dan denk ik, man. Ja. En ja, Dan hoop ik dat ik ooit, als ik in zo'n situatie zou komen of in een andere situatie, dat ook zou kunnen. Om zo positief eigenlijk te blijven. Ja. Krachtig. En het zal je eigen fysieke malheur in het verleden, want dat lees je dan ook op Wikipedia, wel erg relativeren. Hè? Dat je natuurlijk een keer bij de steeple was je gekwalificeerd, meen ik, voor de WK. En toen kwam je verkeerd terecht in de waterbak. Het is een carrière ook met blessures geweest, dat laat het wel zien. Maar ja, wat maakt die 8 seconden dan uit? Hè? Dat, toch, ja, zo denk ik dan weer niet, hoor. Als ik hoor hoe we begonnen zijn vandaag. Nou, dat is goed te horen. Want nee, ik vind niet dat je zeg maar alles moet relativeren. Dat je kan denken van, oh, ik heb geen kanker, dus ik mag nergens meer over zeuren. Alles wat mij. Nee. Toch? Nee. Het is voor iedereen, maar iedereen heeft zijn ups en downs. Dat brengt mij ook misschien, denk ik, maken we het cirkeltje weer rond. Want ik las op Twitter dat jij het voorstel had van, nou, hoop marathons konden niet doorgaan, hè, de voorjaarsmarathon. Om 1 dag in het najaar te prikken waarop en Rotterdam en Eindhoven en Amsterdam en misschien andere steden hun marathon maar moesten houden. Waardoor je eigenlijk een spreiding kan krijgen van het aantal deelnemers, het aantal lopers. Heb je daar navolging voor gekregen? Een antwoord nee? Nee, ja, het is natuurlijk ook een beetje, er is altijd een beetje haat en nijd, denk ik, tussen de verschillende marathons. Maar ja, mijn idee is wel een beetje, het zou natuurlijk, kijk, ze kunnen natuurlijk niet 30.000 man aan de start hebben, wij geen 1 marathon, dus ze gaan kiezen. En het zou natuurlijk een beetje raar zijn als zowel Amsterdam als Rotterdam als Eindhoven alleen voor het topveld gaat kiezen. Ja. Dan hebben ze alle 3 een uitgedund topveld. Ik denk, ja, wil je liever dat topveld in 1 marathon hebben, denk ik. Ja. Hou daar ook je Nederlands kampioenschap. Ja, ja. Doe dat door loting, whatever. En verspreid dan de andere deelnemers, zeg maar, over de andere marathons. Met een of andere, weet ik veel wat, formule of door loting. Dat je het een beetje spreidt. Dus dat je niet alle 4 uur lopers misschien bij elkaar hebt. Maar dat je die dus wel verspreidt over de marathons. Ja, ja. Weet je, het is maar. Ja, ik denk dat het een beetje raar is als je steeds maar dezelfde mensen toegang verleent tot de verschillende marathons. En dan een grote groep niet. En dan
Ja, het is zonde als de ene toploper dan in Amsterdam loopt en de andere in Rotterdam, denk ik. Ja, maar het is moeilijk omdat er best wel, ja, vooral tussen Rotterdam en Amsterdam, die liggen elkaar denk ik niet heel goed. Dus dan, ja, dus het was maar een hersenspinsel. Ik denk niet dat Ja, het iets gaat wel een leuk worden. idee. Zeker. Ook voor de amateurs, hè, dat we toch kunnen nadenken hoe kunnen er toch wellicht wat races komen. Ik zit even in het perspectief van de organisator te denken. Ik denk dat die denkt, als ik maar een kwart van de deelnemers heb, dan kan het nooit uit. Maar nou ja, Ja, maar dat anders moet kan het dan. helemaal niet, Nee, dat is denk waar. ik. Ja, Dus beter iets dan ja. niet. Ik wil nog even, om af te sluiten, Miranda, wil jij nog even een goede plug maken voor het Recovery Run project? Waar kunnen mensen die vandaag kijken en luisteren meer informatie vinden? Hoe kunnen ze je steunen, aansluiten? Vertel. Nee, je kan sowieso kijken op www.recoveryrun.nl. En recovery run is raar geschreven Ja, zonder. zonder klinkers in recovery. Ja, maar ja, dat was ook een beetje omdat er al een recovery run ergens in Amerika bestaat. En ik wilde natuurlijk geen noem je dat, gedoe daarover hebben. Dus daarom heb ik het maar anders geschreven. Ja, wij Maar jullie zetten hebben de vast link in de wel show zo notes meteen ook. een mooi dingetje dat je het even laat zien. Maar even www.recoveryrun.nl. Je kan mij via Twitter vinden. Dat is gewoon Miranda Boonscha, dat is wat makkelijker. Info@recoveryrun.nl. Leuk. En je zegt dus Of zoek op enerzijds. Google. We zijn op zoek, of je bent op zoek naar vrouwen met borstkanker. Op dit moment vooral in de regio Nijmegen, maar wordt snel groter, hè? Misschien komen mensen dit over 2 jaar tegen. Zoek bij jou in de buurt. Je Het bent. is al een andere buurt, hè? Dus Oké. alle Vellep en in Borne, want Ingrid Prigge doet ook recovery run. Dus kijk op de site waar het nu al is. En Exact. in juni komt er weer een nieuwe cursus. Dus ja, vanaf juli, Nog meer augustus is het trainers. al. Ja. Heel goed. En dan de tweede is alle mensen die iemand kennen, die oncologen kennen of betrokken zijn bij kankerzorg, vertel het voort over de grote voordelen van bewegen, wandelen of hardlopen rondom kanker. En stuur die dames door naar de recovery run. En tot slot hopen wij dan maar dat er nog iemand kijkt die bij zorgverzekeraars Ja. werkzaam zijn. Hè? En dat ze snappen dat ze heel snel dit project moeten gaan omarmen Ja. en ondersteunen, zodat het snel groter kan worden, toch? Ja. Ja, of een sponsor. Mag altijd. Mag Ja. altijd, heel goed. Ja. Nou, dankjewel. Tot zover denk ik even, Miranda. Dank voor het delen Ja. van je verhaal. Zowel jouw persoonlijke verhaal van een aantal jaar geleden als het mooie project waar je mee bezig bent. Ja, graag gedaan. En Ja. bedankt dat ik wat mocht zeggen. Nou. Zeker. Als jij nu zit te kijken en je hebt een aanvulling, je hebt een idee of je hebt een vraag misschien wel voor Miranda, dan kun je reageren op onze uitzendingen. Dat kun je op een aantal manieren doen. Kan op social media via de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. We plaatsen een post van iedere aflevering en daar kun je natuurlijk je reactie onder kwijt. Je kan ook Miranda Boonstra dus zelf even opzoeken op Twitter en haar daar reageren. Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina en daaronder kun je ook je reacties kwijt. Of als je zegt, nou ik heb liever gewoon direct contact, dan kun je ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. En onze postbus begint langzaamaan steeds voller te worden. Dus jullie weten je weg te vinden. Superleuk. En ja, laat ik bij deze nog één keer die oproep doen. Zorg dat je je abonneert op de podcast, zodat je altijd als eerste weet wanneer er een nieuwe aflevering komt. En stuur de link naar deze aflevering door naar iedereen voor wie dit interessant kan zijn. Of het nou mensen zijn die je kent met borstkanker, of iemand in hun familie hebben met borstkanker, of mensen die misschien als trainer dit project willen ondersteunen. Let's spread the word. Tot zover, Jurgen. Dankjewel voor deze Ja, week. jij ook.